Vandaag gaan we weer kijken hoe iets eruit ziet in slow motion! Goli, goli, katjuli. Ja, dat ben ik, denk ik. Hé, hey, Govert. Hoi, hallo. Ja. Kijk, herken je hem nog? Jochem uit seizoen 1. Jochem leeft nog. Alleen, hij heeft hij geen hoofd meer. Nee. Nee, want Jochem die was vergeten zijn riem om te doen. Maar... Ik weet nog als de dag van gisteren. Ik zag het. Je zat naast hem, toch? Oh ja, het was echt verschrikkelijk. Ik zat naast hem. En opeens kwam er een kliko tegen het raam aan vliegen. Ja. Oh, Jochem! Jochem's hoofd is eraf. Jij zat achterin. Jij zag het echt allemaal... Of, jij... Nee, ik gooide de kliko. Jij... Maar goed, nee, Jochem weet hoe het is om een airbag tegen zijn hoofd aan te krijgen. Maar wij niet. Heb jij daar zo ooit over nagedacht? Ik vind het altijd bizar dat zo'n airbag, dat zit helemaal verstopt in een auto. Je ziet het helemaal niet. Ja, hier, kijk dat. Gewoon, het komt gewoon letterlijk uit je stuur. Om het allemaal goed te kunnen onderzoeken, hebben we een losse airbag. Die hebben we aangesloten aan deze zwart-rode kabeltjes. En als die verbinding maken met onze accu, dus als ik deze nu hier op leg en die hier op, dan explodeert of ontvouwt of ontploft, ik weet het niet, onze airbag dus gewoon. Oké, dan gaan we. Ben je klaar voor, Govert? Jazeker. In 3, 2, 1. Ah, ik durf niet. Ja. Gewoon een zieke explosie was het. Oké, het was in ieder geval mega epic. Het was een dikke ontploffing. Ik heb hier de beelden. Zullen we het even kijken? Want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Hoe ziet het eruit? In slow motion. Oké. Wow! Maar gaat het hartstikke hoog? Zo, mij springt ook helemaal. Ja. Dat stuur klapt open. En vervolgens komt dat er allemaal uit, wat daar op de grond ligt. Wat is dit? Kijk, dit is normaal het stuur. En dit is dus helemaal open gescheurd. We zeiden het hiervoor natuurlijk al dat we heel graag zelf eigenlijk een keertje zouden willen weten hoe het is om dat in je gezicht te krijgen. Maar daar kom ik eerlijk gezegd wel een beetje van terug. Hé, hey, maar Govert, heel leuk hoor. Maar ben jij niet nieuwsgierig wat er gebeurt als wij onze onthoofde Jochem hier opleggen? Kijk of we nog een airbag ergens uit kunnen halen. Be right back. Oké, poging 2. Jawel, dit keer legt Jochem op de airbag. Govert. Ja? Daar gaan we. 3, 2, 1. Ja hoor! Oh, er zit een gat in zijn buik! Hij heeft gewoon een tweede navel erbij gekregen. Je bent gewoon kapot geëxplodeerd. Je shirt wat? Kapot? Geëxplodeerd. Oké, Jochem, hou zelf even de druk op de wond. Ja. Dan gaan wij even kijken naar de slow-mo, Jochem. Blijf liggen. Wow. Hij staat rechtop gewoon. Wat een impact, hè? Hij draait 180 graden. Kijk hoe hij neerkomt. Wow. Ook echt met het handje. Ja. Hoe ziet een airbag eruit in slow-mo? Mega vet. Het is een grotere ontploffing dan ik me ooit had kunnen voorstellen. En met de slow-mo kun je dat perfect zien. Ik zou er zelf niet op gaan liggen. Goed, we hebben onderzocht hoe dit er in slow motion uitziet. In de volgende afleveringen gaan we nog veel vaker zien. Wil jij dat zien? Kijken. Blijf dan wat Govert zegt, kijk. De slow motion video. Oké, Gino. Ja? Dit is echt geen weer om buiten te spelen. Kom eens even een beetje bij mij. Ik wil een beetje bij Gino zitten. Yes. Wij gaan er wat moois van maken, want wij... We gaan testen of we hier binnen kunnen zitten. Terwijl we buiten aan het voetballen zijn. Precies. Sowieso een bal nodig. We hebben 2 gronden nodig. En we hebben nodig een bestuurbaar autootje. Het is eigenlijk net gewoon een videospelletje. Iemand moet even die goals buiten zetten. Steen, papier, schaar. Ja! Iets meer naar links. En dan iets meer naar achter. Een beetje bij die plas daar. Hier hebben we wagen numero unos. En controlos numero unos. En hier wagen numero dosos. Doezels. En controller numero dosos. Dosos. Die is voor jou. Steen, papier, schaar voor degene die de auto's naar buiten te moet doen en de bal. En de bal. Steen, papier, schaar. Nee! Ik wist dat je steen zou doen. Oh ja, en daarom verloor je net. Ja, ja. Zet hem in het midden, die bal. That's it. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Nee! Doelpunt! Nee! Dit is zo... Ik ga echt gewoon totaal de verkeerde kant op. Oh.
wel, maar eerlijk hè, die bal lag ook wel echt heel erg goed voor jou. 3, 2, 1, go. Nee joh. Oh, tegen jouw goal aan. Oh nee, Gino. Wow! Het is een schouder, een hele heftige schouder die overtreedt. Scheid! Oh, wat ben je toch allemaal aan het doen, meid? Ik bots jou zo! We zijn aan het knuffelen. Oh jeetje, ik ben van de baan af. Oké, Gino gaat even de bal goed leggen, want de bal is helemaal uit het veld. Weet je wat een beetje jammer is? Nou? Ik moet nu alsnog naar buiten, of jou alsnog naar buiten, om weer te gaan positioneren. 3, 2, 1, 2. Nee, nee, alsjeblieft niet. Ik kan niet meer naar achter. Gino, ik kan niet meer naar achter. Eerlijk. Oh, dit vind ik nu niet meer leuk hoor. Oké, ik ga nog één keer naar buiten. Wat draag ik niet meer naar buiten? De test is, kan je binnen buiten voetbal spelen? Hallo. Zet hem even aan en uit. Ah! Hij doet het weer. Ja. Nee. Jij kleine cheater dat je er bent. Oké, Romy is weer buiten. Het gaat gewoon niet werken. Ik ben nu al een paar keer naar buiten gegaan. Het is super leuk om binnen te zitten en buiten te voetballen. Maar als ik zo vaak naar buiten moet gaan, dan werkt deze test gewoon niet. Dus ik denk, we zijn nu toch al best wel een beetje doorweekt. Zullen we gewoon buiten gaan voetballen? Nou, let's go. Let's go. Oké, de wedstrijd gaat door in 3, 2, 1, go! Oh nee! Nee! Ik heb Gino een palla gegeven. We staan even, het is 1-1. Romy heeft gewonnen, good job. 1-1 plus een palla die ik heb gemaakt bij jou. Conclusie is in ieder geval duidelijk. Wij konden in ieder geval vanaf de bank buiten spelen. Het is wel leuk, maar niet heel leuk. Want je moet elke keer weer naar buiten, dan word je ook nat. Dus je kan beter gewoon buiten zijn buiten. Ja, en dan gewoon spelen. Zelf gaan voetballen. Okay. Goeie test. Daar gaan we weer. Dankjewel voor het kijken. Masso. Doei. Zoals jullie kunnen zien, mijn lieve vriend Devin is vandaag een beetje ziek en ligt in bed. Ik wil hem verwennen met een glaasje vers geperste jus d'orange. Dit sappie kost een beetje moeite, maar dan heb je ook wel echt een heerlijk glaasje. Ik heb iets heel lekkers voor jou. Kijk! Een vers geperst glaasje jus d'orange. Verser ga je het niet krijgen. Nou, het is wel een beetje een klein beetje. Sorry? Ik ben helemaal vroeg opgestaan om vers voor jou, met alle moeite die ik heb, een lekker glaasje te persen. En in plaats van een dankjewel of een oh, ik voel me beter, is het enige wat ik hoor, het is een beetje weinig. Ik vind het wel echt heel lekker, maar ik zou wel echt 10 van die glazen opkrijgen. Dat snap ik wel. Dus, kan dat niet in één klap? Oeh. Hmm. Hey Devin, je ziet er weer topfit uit. Ja, het gaat al een stuk beter. Bevestig nog even de laatste GoPro. Ja, want wat zijn we hier aan het doen? We zijn weer even aan het kijken of het in één klap kan. En ditmaal met sinaasappels. Iedereen in Nederland die wil wel een lekker vers geperst glaasje orange. We hebben hier een megaton waar we straks al deze sinaasappels, 500 om maar liefst zijn, tegelijk in laten vallen. En dan hopen we hier beneden, uit het persje, heerlijke vers geperste jus orange te krijgen. En daarvoor maken we gebruik van onze grote vriend, namelijk de hijskraan. Let's go, omhoog ermee. En natuurlijk ons prachtige plaatje voor bescherming. Wow. Oké, ga maar. Ja? Ja, ik kan niet wachten. Oké, 3, 2, 1, sinaasappelsap! Oh! Dit is top, dit is top, dit is top, dit is top, dit is top. Kijk dit ook. Alles is kapot. Het moment van de waarheid is hier. Ja, maar die opendraaien. Er ligt niet eens sap hierin. Klaasje eronder. Ik dacht echt, we hebben de vetste drop ooit. Sinaasappelsap in 3, 2, 1. Ja! Ja! Nee, joh. Ja! Nee. Ja! Kijk dan. Kijken. Nee. Maar het was moeilijk om te vangen, want er ligt heel veel naast hier. Oh, we wilden veel. We hebben minder gekregen. Er is een hoop agressiviteit in. Die van jou dus wat meer liefde in. Kan het in één klap? Nee. Nee. Maar ik wil toch nog één in kijken. Ja, zeg maar. Want hier liggen wel allemaal, zeg maar, geperste sinaasappels. En misschien is het niet in de bak, maar kijk eens. Woe! Dus ja, je kunt op zich wel sinaasappels persen in één klap. Ik wil gewoon meer sinaasappelsap. Ik ook. Nou, later.